elkaar zit. Kijk, het is 30 april. Koninginnedag. Koninginnedag. Gefeliciteerd. Nou, gefeliciteerd bij jou van ons uit Roemenië. En, oh ja, sorry, ik zag even wat. Dus we zitten nu in Tergemoeres. En het is middag onderhand. Kwart over twee, heet ik. Even kijken, een tijd erbij. Ja, kwart over twee, ja, dat valt nog mee. Onze tijd, kwart over drie hier. Nou, ik zit nu bij Hans in de auto. En die man zijn we al vaker tegengekomen. Die hebben al een paar keer een hoofdrolletje gespeeld in films. Oh, het is maar één camera, dan zit ik naar mezelf. Ja, dus. Nou, het zit zo, Hans die had een kapotte luchtbal van zijn vering van zijn oplegger. Dan hebben we die er zelf even onder vandaan geramd. Daar hebben we eerst twee uur over nalopen denken hoe we dat moesten doen. En daarna lag hij er met een uurtje onder vandaan. Dus. En nu gaan we naar Kloes. Ik zit tussendoor even een Jantje Smittelaars, dan horen jullie het ook of niet? We gaan aan de Kloes naar Poka. Van Wijk een nieuwe bal halen. En die gaan we dan morgen weer onderzetten, want niet te veel doen op één dag. Anders word je moe. Het is ook een beetje warm weer buiten en benauwd. Dus nou, zo zit het een beetje in elkaar. En voor we kunnen beter samen natuurlijk naar Kloes gaan. Hè. Als alleen naar Kloes toe om een luchtbal te halen, dat beter samen doen. Twee mensen weten meer dan één, zou ik maar zeggen. Ik heb wel zien. Ja, ik ben een beetje bang alleen. Ja? Ja, ik heb tegen Carmen verteld, Guus moet mee, ik ben bang alleen. Kijk, dat is een beetje het centrum van de stad, hè? Hier, hè? Dat is heel leuk hier, heel gezellig. Een ramenstukje ook. Ja, terrasjes en alles. Rechts, 2 uur ongeveer voor jou. 2 uur, even kijken hoor, even inzoomen. Oh ja. Schoenen kijken. Even inzoomen. Zo hé. Normaal let ik er nooit op, maar ik heb nu een beetje meer tijd natuurlijk, hè mensen. Dat vrouwtje al op het douwen, hè? Die had trouwens dat trekken, zie je dat? Iedereen loopt te douwen en dat vrouwtje had er al lopen trekken. Er staat een paard, die paard kan hem niet eens achteruit krijgen, denk ik. Zie je? Hier, een beetje. Kijk eens, die zal eens terughappen. Ja. Zo leuk als je er zo naast zit. Want... Dat gebeurt nooit natuurlijk. We snel filmen, maar voor tijd weet zijn we er voorbij. Ja. Hoppla. Hij heeft een beetje agressief rijgedrag, dus die camera beweegt soms een beetje. Dan weet je waardoor dat komt. Ja, weer een paard en wagen. Even kijken hoe die Hans het nou gaat doen. Want oh jee, op die pinkaart, ja hoor, trekt hem er zo langs. Dat is rustig man, ik kan helemaal niet filmen zo. Dan mag ik er een keer naast zitten. Zit hij op die achterbunker van de Daciaatje te douwen, joh. Arie. Ik hoop dat het enkel bij een luchtballetje blijft wat we nodig hebben, want het gaat behoorlijk hard, geloof ik. Ja, je zit daar een beetje gas te geven hier naar binnen door. Kijk, dat tegen die berg aan, dat heeft iets met de kerk te maken, Hans. Ja. Van links. Op de Dokse Moskee. Ja, nou zoiets. Ik weet niet precies wat het is, maar dat ziet er altijd heel mooi uit daar. Een soort klooster of zo is. Ja, ik hoop dat het een beetje te zien valt om mensen, want ik bedoel, aan mijn filmkunsten zal het niet leggen. Dat weten jullie onderhand wel. Hè? Ik heb al vaker carrière gemaakt natuurlijk met de videofilm, maar heb je alles hier uit zo agressief, joh. Nou, ik ben nou een beetje zenuwachtig, hè? Dan zit jij constant op de vingers te kijken. Kijk, hoi transportje is dit, hè? Leuk, hè? Als je ernaast zit, heb je een keertje tijd om te filmen. Ja, hij steekt aan alle tweede kanten steekt hij een meter uit met die berghooi erop. Geweldig. Ja, dan moet je even opletten, hoor, want ik mag hier niet inhalen. En dan ga je het toch doen. Ja, zie je, ik word helemaal in mijn stoel gedrukt, want dan gaat het niet normaal natuurlijk. Hup, trek het hier ervoor. Kijk mensen, dit is de droom van Netelenbos. Die is uitgekomen. Zie je? Dat is zo'n cameraatje voor je dode hoek. Kijk, vliegt hier het autootje voorbij. Zie je zo het autootje gaan? Leuk hè? Grappig hè? Jantje Smit op de radio. Ik
denk dat Dirk Akelboom weer aan het uitzenden is. Hè. Dat doet hij speciaal voor ons, hè, als we hier zitten. Zit je nou te lachen, joh? De radio, radio Dirk Eik is dat. Eikelboom.com. Ja, kijk, we moeten even een trekkertje gaat de paardenwagen inhalen. Geweldig. Eikelboom.com, ja. Mooi, ja, dat is het radiostation van Dirk. Rustig, rustig, ik moet even filmen. Kijk, dit is Loeders. Dat ligt hier beneden aan die berg. En Loeders heb ik nog wel een beetje een speciale herinnering aan. Er zijn wel meer van die plaatsen waar wij herinnering aan hebben, zou ik maar zeggen. Ja? Ja, dat is toch wel een stukje cultuur en zo. Jongen, die gooit hem die bocht in. Nee joh, dat is heel rustig. Oh ja, speciaal voor jou. Ja, dat is leuk. Kijk even filmen hier. Er zaten zoveel auto's achter me rijden aan, dat bleef ik zo even staan. Loeders. Ik zal eerst even Loeders filmen. Nou, daar is een restaurantje. Zie je, bocht daar ook. En hoe laat zit het eten met Edwin? Toen met z'n drie naar Jas waren. Hans, wat is dit voor muziek, als ik vragen mag? Dat is Megamix. Megamix? Ja, dat is ook een foutje. Dat is net zoiets als een kerstliedje. Ah ja, dan zet dan toch het kerstliedje maar op. Dat vind ik gezelliger als dit. Ja, maar dit is hier is goed naar te luisteren. Maar... Nederlander? Oh ja, aan de overkant. Ja, met zijn hulp. Die hulpgoederen. Kijk. Paard en wagen met de vrachtauto erop. Loeders. Als je straks ineens stopt, dan moet je schrikken. Wat doen we dan? Zijn de spoorbomen dicht? Ik heb hier wel eens een keer een half uurtje voor het spoortje gestaan. Hoor. Ja. Maar dan moet je snel hier. Prachtig, jongens, paardenwagens. In het weekend is het mooi, hè? Zondag, hè, Hans? Ja. Als die mensen van het platteland naar de stad gaan, naar de kerk, dan zitten ze in klederdrachten, die scheunen ze zo op die paard en wagens. Dat is echt leuk. Leuk, hè, zo. Gezellig, hoor, is het mensen, als je samen bent. Er valt weer water uit de lucht, Hans. Ja. Zie je? Ons werk weer onderbreken. Nou ja, kijk, het is gewoon zo. We hebben vandaag een tijd gehad op Koninginnedag te vieren. Dus moeten we het morgen maar doen, denk ik, ergens op het terrasje. Daar heb ik zo bang voor. Zullen we vanavond even proberen? Ja, vanavond. Vanavond even een fantaatje kopen of zo ergens. Ja, eentje maar, ik moet vroeg naar bed, hebben ze gezegd. Dan moet je niet beginnen te lachen, hoor. Maar zijn je nou eens gezien hoe die zit? Of noem het eigenlijk maar liggen. Waarom? Wat is er nou mis mee? Ik zit heel relaxed. Ja, je rijgedrag is vrij agressief, moet ik zeggen. Ja, niet, hè. We hebben gezien wat er allemaal onder zit. Oh ja, dat is waar. Nou, een rijtje. Ja, een uur eerder vertrokken dit in een uur, dus ik zit er allemaal achter. Ja. Zag je dat trouwens op de weg dan? Dat is een E-weg, hè? De E60 was dat, hè? Ja, dat klopt. Dat weet ik. Dat is de E60. Zo, hoor je die klap, zeg, in die versnellingsbak. Ja, ja. En dit erop staan, hier links. Wat? Kijk, die staat te liften. Ik draai even op, man. Dat valt me mee dat je niet gaat zitten te zwaaien. Nee, ik moest even op dat hou je niet voor mogelijk, hoor. Mensen, die jongen die zwaait echt naar iedereen. Wacht, ik ken ook iedereen. Even inzoomen. Om de zoutje onzin op die film te staan, dat wil je niet weten. Als je naar zelf zit te rijden, heb je daar geen tijd voor. Maar als je kijkt toch uit, joh. Leuk doekje. Pauw, hè? Kijk, hier schitterend, jullie daken. Dat is een onwijs. Vaak is tevoren te filmen, man. Kijk, mensen, we rijden naar de toeren daar binnen. Ligt
Nou, hoe ver is het hier? 30 kilometer voor Kloes. Ja. Mooie moskee. Maar straks komen we bij de bushalte. Zullen jullie zeggen, heb je nog nooit een bushalte gezien? Ja, hup, vliegt die dwars door die plassen heen, joh. Toch ook een boef, hè? Oh, kijk, wat een schilderingen op die terp. Ja. Ja, dat zie ik wel, hè. Staat erop ook, de film. Nou, inderdaad. En zo... Ja, moet je nou oversteken of niet? Doei. Weer door die plas heen, hè. En dan niet normaal, hè, bij jou, hè. Nou, daar hebben we Kloes weer uit. Hè. Of Toerendag. Dan ben ik even de weg kwijt. Weer was Toerendag. We komen straks in Kloes. Doe je dat allemaal zonder landkaart, Hans? Hoef je nooit op de kaart te kijken? Nee. Ik rij altijd dezelfde weg, hè, dus... zit je nou... Ja, nou kijk mensen, we zijn nu het laatste zakkertje naar Kloes aan het doen. Ik heb allemaal schaapjes hier, hè? Allemaal schaapzetters. Leuk, maar die Hans staat er weer. Schaap. Het zwarte schaap, ja precies. Kijk, Hans gaat er vandoor, dat is een kogel, maar dat is een mooi gezicht, hè? Hier. Mag je hem aan het raam hangen? Dat is een mooi gezicht, want je kijkt hier zo over die stad heen. Dat is echt mooi. Je komt zo even die berg afzeilen hier zo. Weet je nou ook welke kant we op moeten? Ja, rechtsaf, hè. Ja, zo rechts. Dan zie je van een pijp dat komt er ook uit verliezen. Die kant. Mooi gezicht, jongens. Mooi gezicht, maar hij gooit hem zo hard in die bocht, hè, in die auto. Hè. Het glijdt allemaal hier in zijn auto en dat doet. Dat wil je niet weten. Ik heb het idee dat mijn ogen een beetje dicht zitten. Of is dat maar schijn? Ik zie dat zelf niet zo goed. Ik wil hem even een beetje dichterbij trekken. Een beetje rood doorlopen misschien. Als het rood doorlopen is, is het geen sperma. Dat kan niet, zou het wit moeten zijn. Ik probeer hier serieus te filmen van dan. We beginnen nu even opnieuw, hè. 3, 2, 1, 0. Kijk mensen, we staan hier bij E van Wijk. Dat is een DAF-garage in Kloes naar Poca. En daar hebben we dus een luchtbal gehaald. Die hebben we nu. Goede type, gelukkig. Al zit een sigaretje te draaien en zo direct gaan we weer, denk ik. Ja, dan zijn we om 7:30 zijn we pas weer terug, hoor. Wow. Ja, nou hè. Nou, en dan even met de trekken. We zijn om 8:00 in het Conti. Ja. 9:00 gedoucht, 11:00 klaar met eten. Kunnen we gelijk aan het bier. Met die jongens. Ja. Mag ik mijn vriendin nog even bellen? Ja, doe maar dan moet je niet filmen, hoor. Dan vind ik niet leuk dat dat op film komt te staan. Oké. Okay. Zijn nog steeds op de terugweg, hè, mensen. Ja, dat is toch even dikke 100 kilometer rijden. En dan weer terug natuurlijk. We zaten even te kijken wat hier nou allemaal weer aan de hand is. Gewoon eentje de greppel ingereden. Die zou dus achteruit rijden, maar die staat nou in de greppel met zijn wielen. Ja. Ja, dat heb je aardig geschoten, ja. Moet ik zeggen. Hup, schiet er zo voorbij, die handen moet je zien. Oh. We hebben net gegeten, hè, mensen. Dus, ik heb nog een paar minuten film denk ik op mijn batterijtje zitten. Ik moet mij onderhand even schrap zetten, anders rol ik uit mijn stoel vandaan. Oh ja, het zicht niet, hè. Dus, in de halve bot. Komt er een aan ook, zie je dat? Ja, dat komt er ook een beetje aan. Zo lang mogelijk links blijven rijden, dan zit ik het op de film. Stilletje dwaas hier.
Nou, ik zal maar zeggen, goedemorgen kijkers. Het is 11:45 en vrijdag 3 mei. Ja, dus ik heb zo gezegd 4,5 dag in Tierige Moeders gestaan. Ik heb de luchtbal van Hans vernieuwd. Ja, ik heb woensdag nog gelost. Woensdag, ja. Gisteren de tank schoongemaakt. Dat was een heidenskanaar met het warme weer, want dat kun je wel zien, het is hartstikke mooi hier. En toen moest Hans opeens ook lossen, dat was helemaal de bedoeling nog niet. Ja, toen hebben we die tank ook nog maar even schoongemaakt. En nou, we zijn weggereden, ik denk een goede 2 uur geleden. Of 2 uurtjes geleden. Zijn we weggegaan naar Tierige Moeres. We rijden nu vlak voor Kloes, naar Poca. Dus, nou dan gaan we weer kijken. Hij had nog niks terug. 2 vrachten appelsap die waren afgezegd. Die waren gecanceld. En dan had hij vanmorgen misschien een vracht wijn. Hij vroeg of die tank van mij goed schoon was. Dan had ik wijn moeten laaien hier in Roemenië. Nou, dat ging opeens ook weer niet door. Dus nou, we gaan te lang wachten wat het wordt. Het zal maandag wel iets van Tsjechië worden. Waar we alle 2 moeten laaien. Dus. Je ziet het, het is hartstikke warm, het is een graadje of 3-24 buiten. We hebben van de week nog even een mooie middag hier op het terras gezeten, dus het ging helemaal goed. Ja, Hans die rijdt achter mij, hè? Dat kun je natuurlijk niet zien. Ja, maar nou zie ik hem dus zelf ook alweer niet meer, voor de zoveelste keer. Ik weet niet, maar hij heeft het een beetje druk met andere dingen op dit moment. Dus, soms zie ik hem en soms zie ik hem niet meer. Mooi hè, hier. Ja, leuk sturen. Zeker met het mooie weer. Hè. Als de zon zo schijnt, dan ben je al die ellende van de winter weer vergeten, zou ik zeggen. Nou, we gaan nou naar beneden toe hè, bij Kloes. Kijk, een Hans hier rijdt voor mij. Hè. Zie je? Dan zou je denken, hoe ken dat nou weer? Maar ik werd net even aangehouden met de politiepostje. Dus, een van de chef van het transportministerie vroeg wat ik vervoerde. Ja, niks, want hij is leeg, dus. Want ik kwam net alles langs. Hij zei, hey, je collega. Ik zei, ja, verrek. Nou, ga er maar achteraan. Oké, doei. Kijk, daar reed je Kloes weer, hè. Van de week natuurlijk ook al een keertje zitten te filmen. Ik ben al een paar keer langsgekomen, geloof ik, van de week. Die mensen hier zullen ook wel denken, die eikelenbaan blijft ook maar rondjes rijden. Kijk mensen, heb je Hans ook weer? Ja. Eerst zag ik hem weer niet meer en dan stond hij net om een bocht, stond hij op een parking. Vlak bij Mickey, dus. Als je daar nou weer moet zoeken hier, ik weet het niet. Nou, we gaan even naar Mickey, naar Route 60. Een bakje doen, een hapje eten. Ingezoomd. Lukt het niet? Lukt het niet voor 18. Ik zat jou even op de film te zetten. Dat je wegrooit. Oh, dat had wel iets harder kunnen rijden. Over diezelfde die ik er nu al over heb. Ja. Kijk, nou kijkers, ziet het hè? Het is zaterdag 4 mei. We rijden net van de Roemeens-Hongaarse grens af. Dus, we gaan nu richting Tsjechië. Of weer Slowakije nog door. Normaal in Tsjechië laaien, in Olomouc. In Molasse. Ja, het is mooi weer, we gaan maar een beetje de toeristen uithangen hè, vandaag. Een beetje op het gemakje zitten te sturen zo. We rijden nu in Bereti Uvali.
Ja, net rechts afgeslagen zo naar de Bretschen. Oh, dat is een kilometer of 35, de Bretschen. Dan laden we nog wel eens appelsap. Enkele keer, dus. Zit je nou met je kaart op je stuur? Weet jij dit allemaal uit je hoofd, deze weg? Nou, jezus, weet je wat mijn vader is van Hongarije. Jij bent toch ook overal bekend, hè, Hans? Ik zou wel even wat kijken. Nou, inderdaad. Ja, en de kijkers thuis ook wel, denk ik. Ja, die weten niks meer te zeggen, hè? Nee, inderdaad. We rijden net de Bretschen binnen. Een vrij grote stad, hè? In het noordoosten van Hongarije. Aardige grote stad hier, hè? De Bretschen. Zet hem er maar naast, is in Hans. Kom net bij een restaurantje aanrijden, hè? Ja, nog eventjes eitje eten of zo. Dus. Een koffietje drinken buiten op het terras. Zie je? Ziet wel aardig uit, dat tentje. Wel gezellig. Daarbuiten kun je op het terras zitten. Mooi in het zonnetje. Ja, daar moet ik eigenlijk niet te veel van zulke dingen laten zien, want anders denken jullie dat we helemaal niet meer werken. Dus, kijk dan. Zit hij te zwaaien? Ja, we gaan eten, we gaan eten. Je krijgt zo eten, stil maar. Lijkt wel zo'n zigeunerkindje, joh. Net zo'n zigeunertje, joh. Die komen ook altijd bij jou te vragen om eten. Lijkt wel zo'n zigeunerkindje, zeg ik net. Nou, hij heeft zijn bak uit. Ja. Ik zei net tegen die mensen, tegen die kijkers thuis, dat je wel zo'n zigeunerjongetje lijkt, die komen ook altijd bij me. Dan loop ook altijd op een buikje te wijzen dat ze honger hebben. Hoe is die lachen? Ja, heb ik even niks meer op te zeggen. Dacht ik al. Gaan we? Ja, ja. Oh, wat, hè? Moet je goed kijken, heb je zijn schoenen daar op de treplank? Want kom niet met je schoenen aan binnen, hè, bij je. Mooi, hè? Nou. Ik ben wel speciaal. Dat hebben ze hier allemaal, hoor, in Hongarije. Nou, we hebben net even een eitje gegeten. Lekker even buiten gezeten op het terrasje. Wat een gezellig tentje hier. Ja. S'avonds een keertje staat, ik hier wel mooi zitten, denk ik. Dan gaan we zo weer hobbelen. Die Hals heeft wel lekker weg in je akkers op, hoor, hier. Moet je kijken. Smal, ik bedoel. Vooral smal. Twee vrachtwagens elkaar moeten passeren en dan blijft er weinig ruimte over. Ja, leuk rijden en zo. Ik zeg net tegen Hans, dit is ook weer een prairie waar we nou weer doorheen rijden. Ja, geen huis hier te zien, niks. Toch wil ik ook een stikwagen motor hebben, jongen. Er komen net een paar motoren voorbij, hè. Dus ja, dat zijn allemaal van die uithoeken van het Hongarije, weet je wel. In het oosten. We rijden wel vaker door die gebieden heen, zoals dit. Blijft zo uitgestrekt hier zo. Ik zit hem even in te zoomen. Kijk hier en daar van die boerderijtjes. Met die hele grote rieten daken.
ziet er wel leuk uit, hè? Het heeft iets weg van een soort nationaal park of zo, ik weet het ook niet. Natuurgebied, hier en daar een meertje. Wel leuk sturen. Daar ook weer zo'n boerderijtje. Kijken of ik dat er een beetje op kan krijgen. Ik ga verder inzoomen. Ik vind het een beetje moeilijk. Zonder het rijden, de wiebelt natuurlijk. Het schijnt dat het in Holland regent. Ja, ik wil jullie niet ziek maken, dat begrijp je wel. Is het miserig weer. En het is hier onderhand 29 graden geworden. Dus ja, ik wil jullie niet nog zieker maken als dat je bent. Maar ik vind het wel leuk eigenlijk. Zal ik maar zeggen, in zijn soort. Ik stapte er net eens even uit die auto om een fles melk uit mijn koelkast te pakken. En dan krijg je een aardige klap. Maar ja, hier staat die airconditie aan. Het is behoorlijk warm in ieder geval. Lekker hoor, zitten te genieten zo. Lekkere droge lucht, dus het is niet benauwd hè. Daar valt het goed vol te halen. Zijn we van de snelweg af hè? Dit is het laatste stukje, nog een kilometer of nou, wat zal het wezen? 40, 45 naar de Slovaakse grens. Zolgo-Tarijan heet dat. Die Hongaar die had een beetje haast. Hè? Ik lag al een tijdje op mijn achterbumper te dalen. Maar ja, zo'n twee baans weg met een beetje bochten erin is moeilijk inhalen natuurlijk. Zo, nou, we zitten net in Slowakije. Ja, net grensje over. Goed uurtje geduurd. Ja, dan is het rustig. Er zit zo'n politieagent, hè, die zit weer niet op zijn plaats. Die is rondjes aan het wandelen, weet je, met het mooie weer en overal oude hoeren. Dus ja, dan neemt het even goed nog een uur tijd in beslag. Motor geeft niet. Dus. Ja, hoor je dat? Daar hebben we het over zijn verbruik. Zuinig die auto van ons. Maar wat ik zeggen wil, we hebben net lekker gegeten. We zitten tussen Zwolen en Trenching. Dus nou, daar gingen we wel even in. Oh, jongens. Ja, nou, nog even een paar uurtjes rijden, dan is het mooi geweest. Hè? Mooi sturen hier, zonnetje schijnt nog. Dus. Ja, jongens, mooi uitzicht hier aan de berg in de verte. Ik weet niet of het er een beetje uitkomt op de film. Maar... Er zit een beetje achter de boom op dit moment. We proberen het gewoon, hè. Mislukt het, dan mislukt het, zou ik maar zeggen. En ik zit een beetje tegen de zon in te filmen, hoor, dus... Ik ken het ook nogal liggen, natuurlijk. Een stadje hier, daar beneden. Naar bergen af. Ja, er zit een paar vliegen op je vooraan, dus iedere keer vlekken in je buik. Ja, daar kan ik ook weinig aan doen.
daar zo. Een mooi gezicht. We zijn gewoon de hele dag een beetje toeristje aan het spelen, hè? Als je dit zo ziet. Prachtig, joh. We zitten de hele dag op te genieten, alle twee. Laat een ander maar denken dat we gek zijn. Dus laat maar naar ons in hebben. Goedemorgen, het is zondag. Ja, we hebben hier net geslapen. We hebben gisteravond nog... zijn we het grensje in Strel nog over gegaan. En vlak over de grens heb je een motel, restaurant, een barretje. Dus daar hebben we gisteravond even een biertje gedronken. En we gaan naar Oldenhoek. Mooie omgeving hier. Dus Oldenhoek is nog 2,5 uur of zo op het gemakje. Nou, je ziet het, het regent. Het is voor de eerste keer deze weken. Dat is wel jammer. Maar ja, de hele week mooi weer gehad, dus we mogen niet klagen. Ze zijn al hard bruin geworden. Ja, het ziet er wel leuk uit hier. Beetje bergen en bossen en ringen. Dus, ga nou op het gemak hier rijden. Ik heb net even lekker een eitje gegeten in het motelletje en een bakje koffie. Moet je nog even een beetje aan die auto's rommelen. Nou, dan gaan we het weer zien. Zo komen we de dag wel weer door. Nou, we zitten trouwens in Tsjechië, kijkers. Had ik het er net even bij te vertellen. Dus. Ja, de streel naar de grensje waar ik het net over had. Dat duurde 10 minuten gisteravond. Zo snel 6 minuten. 6 minuten had Hans op zijn computer staan. Zo snel is het geloof ik nog nooit gegaan. Dus, mooi hè. Ja, zaterdagavond niks te doen. Ja, hier heb ik weer een stadje. Verstin heet dat. Ja, zie je, het regent aardig door, hè? Dat was de bedoeling natuurlijk niet. We hadden er eigenlijk niet om gevraagd. Normaal gesproken zouden we hier rechtsaf gaan, een sling. We gaan nu door naar het Cerici. Ja, het is nog 55 kilometer naar Oldenhoek, dus dat valt wel mee. Ja. Vanmiddag even een beetje in die auto's rommelen, administratie hier bijwerken. Dat moet ook gebeuren. Ja, het regent nog een beetje. Ja, mensen, moet je kijken wat een water is. Dat zijn we toch helemaal niet meer gewend. Zoveel regen. En leuk is het ook niet te doen voor de zondag. Hebben wij een keer een dagje vrij, dan regent het. We hebben helemaal nog een vrije tijd gehad natuurlijk deze week. Zal ik maar zeggen. We komen net op die fabriek aanrijden. Ja. Vorige keer met Edwin ook gelaaien. Geloof ik al de vierde keer onderhand toen ik hier ben. Dus. Dan zetten we hem direct zo achteruit. Mooi een beetje rommelen vanmiddag. Oh, ik ken die Hans Stuur, hè? Zien jullie dat? Nee? Ik ken niet dat, joh. Zal ik hem eens dichterbij proberen te halen? Zie je? Ik zie hem niet, zit hij weer achter zijn gordijn. Die ligt zo wat in zijn stoel, die zit niet. Dat is die man die je er net achteruit zag rijden. Weet je? Ja. Ja. Allemaal gasten stilzetten. Rammelkast? Fijne Volvootje van me. En ze zitten, joh. Ze zijn nog niet eens geschoren, niks. Hé, hoe is ze zitten?
Dan knippen we er dus tussenuit, hè? Dat begrijpen jullie wel. Vrouw, gaan we dicht van regen. Ongezellig type. Is je ramen dicht. Ik loop hier zijn gordijnen dicht. Dat zei ik weer in de bed toe. Nou, wel rust hoor. Doei. Dan moet je goed opletten, hè? Je gelooft het misschien niet. Ik zal het er even bij zetten. Kijk, het is 11:30, hè? Zondag. En wat heeft meneer in zijn handen? Kun je zien wat het is? Ik heb er al 2 slokken van gedaan. Wacht even, dan moet ik even mijn knopje omzetten. Hij is een beetje onscherp. En er wordt gezegd dat het pas zondagmiddag 11:45 is. Ja. Proost, hè? Kijk, fles vodka. Smirnoff vodka. Dat is een alcohol issue. Hij heeft last van zijn tandvlees. Dat is ontiegelijk ontstoken. Dus dan moet je een fles wodka kopen en je mond spoelen. Met dat spul. Dus dat doet hij nou en dat helpt wel een beetje. Gisteravond ging het wel even wat beter, zei hij, voor het slapen gaan. En dan gewoon weer uitspugen natuurlijk, hè. Dat begrijp je zelf wel. Er zijn natuurlijk geen Russen die 's ochtends om 11:30 aan de wodka gaan zitten. Dus, nou zo zit het verhaal in elkaar. Gisteren Tex Free Shop aan de Roemeense grens heeft een flesje wodka gekocht. Ja, dan doet hij zijn mond een tijdje spoelen en dan poep. Ja, dat kan niet natuurlijk als je nog moet rijden, want het blijft stinken. Nou, genoeg gefilmd. Ik ga nou mijn administratie doen, want daar heb ik de hele week nog geen tijd voor gehad. Zit hij die vodka uit te spugen? Een zonde. Ga het toch niet uitspugen? Nou, als ik dan doorslik, dan brandt het over 3 dagen nog als het eruit komt. Ben ik bang. Tranen in zijn ogen, zegt hij. Kijk, hij is depressief. Want woensdag is het de feestdag. In Frankrijk, daar zitten we ook weer mee. En hij zit zijn administratie heel serieus te doen. Zie je? Oh, Tinus gaat schoonmaken, moet je kijken. Hij gaat even afstoffen. Hij komt met wel de stofwolken dat eruit komen. Met zijn luchtspuit. Kijk, zo stoffen wij nou af, mensen. Zo stofzuigen wij, zou ik maar zeggen. Of stofblazen, hoe moet je dat noemen? Vliegt zijn luchtspuit eraf. Hij heeft al veel te veel vodka op natuurlijk. Dan kan hij dat ding niet meer vasthouden, joh. Wat zei u? Je moet niet zoveel vodka drinken, dan kan je dat ding misschien niet in je handen houden. Geweldig. Nou, we beginnen weer overnieuw, hoor. Dat zie je. Kijk hem dan. Hup, andere deur open. Even spuiten. Nou, dan is al het stof er weer uit. Zeg je? Ik zal dit even aan Janna laten zien. Aan Janna? Ja, dat is goed. Dan zet ze gewoon thuis de deuren tegen elkaar open. Ja, zo werkt het wel. Nou, het is toch, het is zoveel makkelijker. Oh, die bekleding, hè, van zijn stoelen. Zo heb je dashboard en alles ook. Echt mooi, en deurpaneeltjes, alles. Daar is heel mooi. Gordijnen.
gespeeld, hè? Geweldig. Helemaal af. Hier is toch wel achter die stoel vandaan komen. Oh, hier is zo'n leuk spijker. Wat nog eens makkelijk, hè? Mensen, je ziet het, hè? We hebben alles bij ons, hè? Je kunt zo gek niet brengen. Zegt u? Regen binnen. Ja, ja. Ja, we regen een beetje buiten. Binnen uit. Nou, ik zal zeggen goedemiddag, hè. Het is vrijdag 5 juli. Ja, ik zit in Paulen op dit moment. Dus ik zal weer eens een stukje filmen. Ja, het zit zo in elkaar. Een aardig rondritje gaat zo. Ja, vorige week zaterdag of zondag in Rotterdam gelaaien voor veeën in Denemarken. Ja, daar gelost, zondagnacht. Nou, maandag in Hamburg gelaaien. Woensdag Slowakije gelost. Ja, en toen leeg door naar Polen. Dus. Nou, dan heb ik vannacht, dus van donderdag of vrijdag nacht, heb ik geladen. Ja, achter Warschau, vlak bij de Wit-Russische grens, kilometer 40 er vanaf. Vraag je bosbessen, gemalen. En dat gaat naar Pamplona in Spanje. Dus. Ja. En ik zit nu op de transitroute om Warschau heen. Ik had vanmiddag om 1 uur papieren bij de douane. Dus ja, gaan we een gasje geven, hè. Zodoende. Nou, wel een mooie reis hier. Ja, die transitroute hier die loopt helemaal om de stad heen. Je mag met die vrachtauto niet door de stad. Dus je ziet het weer een beetje bosachtig hier. Hoor. En, ja, die is ongeveer 130 kilometer lang, die omleiding. Kun je ook beter niet door de stad gaan, want dan doe je er net zo lang over. Ja, een beetje prairie hier, een beetje bossen en weet ik het. Ja, ik schat dat het vanaf die laadplaats 700 kilometer is. Naar de Pools-Duitse grens. Dus. En allemaal over dit soort weggetjes. Ja, ik heb wel aan dat het allemaal weer niet zo hard gaat. Nee. Ja, goed, we gaan het zien. Ik hoop vanavond een eentje in de buurt te komen. Ja, gisteren heb ik eigenlijk maar niet gefilmd. Trouwens, sowieso alweer een tijdje geleden natuurlijk. Maar was een stuk slecht weer. Ja, en dan is het slecht rijden hier op die wegen. Is het spiegelglad. Vooral met zo'n lege auto. Kijk, hier aan de linkse kant, de markt. Om een kraampjes. Daar is nou niks te doen. Misschien in het weekend of zo, ik weet het niet. Ja, dorpje in, dorpje uit hier. Dus, een randje te liften, nou, militairen nemen we niet mee. Nou, het is nou mooi weer, hè? Ik kan wel zien. Het ziet er meteen even een stukje gezelliger uit. De hele week al zo van regen gehad. Zie je het, hè? Smal en slecht die weg. Ja, er komt ook diegelijk veel overheen. Hè? Al die Russen en alles die komen hier ook overheen. Beetje de doorgaande weg tussen Duitsland en Rusland, zo gezegd. Dus ja, ik ken ontiegelijk druk wij ze ook hier. Valt op dit moment er wel mee, moet ik zeggen. Kunnen we later doorsturen, zeg. Ja, nou, geld om die wegen een beetje knap te maken, dat is er niet, hè. Kijk, die Rus die had een beetje haast. Toen kwam er nog even voorbij, ja. Zit ik toch aardig door te rijden, een beetje 75, 80. Dus een beetje prairie, je kunt het wel zien.
zijn wel vrij gevaarlijke wegen ook natuurlijk hier, hè, omdat ze niet zo breed zijn. Er wordt behoorlijk hard gereden. Ja, ze zitten in te halen als imbecielen. Dat kennen ze allemaal wel goed. Vroeger lukte dat natuurlijk nooit met die ladaatjes en die trabantjes. Ja, tegenwoordig hebben ze allemaal een westerse zeilauto. Ja, ik kan het niet zien. Hè. Ze zijn er verderop met de weg bezig. Dus ja, staat het hele circus even stil. Hè. Zo, nou, nog een kleine 40 kilometer. Hè. Dan hebben we die omleiding weer gehad. Ja, niet dat er eens beter is, want het is allemaal zo als dit. Het komt allemaal op hetzelfde neer hier. Die wegen. Er zitten goede stukjes tussen. Er is een hoop verrot gereden. Ontiegelijke sporen. Kijk, hier komt ook weer een lekker stukje aan. Moet je opletten. Op de rammel. Ontiegelijke sporen zitten erin. Je hoeft ze maar niet eens meer te sturen. Zo kan je. 35 kilometer. Dat is een beetje druk, hè. Kijk, we hebben even die polen voor, hè. Dat schiet niet erg op, die mannen. Kijk, deze dus, hè. Vraag je stenen gelaaien, zie je. Dat gaat allemaal niet zo erg hard. Straks maar even proberen om erbij te komen, als het lukken wil. Als je naar 50 te rijden, dan duurt het wel erg lang niet voordat we aan de grens zijn. Ja, zit hier in een stadje, waar je dat ook alweer. Einde van de omleiding is, zou ik maar zeggen. Transitroute, die hebben we nou net gehad. Het is een beetje drukker, verderop op een stoplicht. Dus, even wachten. Het is niet anders. Misschien sowieso al een meter op natuurlijk hier. Nou. Ik heb net 10 minuten stilgestaan. Wat er nog aan de hand is, dat weet ik nog niet. Is nou aan de weg aan het werk zijn of er een accidentje is verderop. Maar nou komt er weer niks van de andere kant af. Ja, we gaan het zo wel zien, hè. Dat was dus inderdaad een ongelukkie. Ja. Die oplegger staat hier links. Dat wil ik net niet zien. Maar het staat hier dus ook lekker vast vanaf de andere kant. Een vrachtauto in het weiland. Hebben ze er net uitgetakeld. Dus zodoende. Ja, dat gebeurt allemaal. Hè. Twee baans wegen. Ja, gaat hier ook lekker zo. Zo. Ja, het is kwart vracht geworden. Kun je wel zien. En ik nader hier een beetje de stad Konin. Ik kon er rond al even zitten eten. Ja, het zal allemaal laat worden vanavond. Ja, ik zit over de helft met de kilometers, denk ik. Dus het loopt nog aardig tot nu toe. Valt me de drukte ook mee. Ja, het zonnetje begint al een beetje onder te gaan. Dus ja, dit zijn knappe wegen. Er zitten soms een beetje slechte stukken tussen met die sporen. Maar de rest gaat het aardig. Dus ja, dan moet ik even gasje geven vanavond. Ja, ja, je ziet het, hè. Je had het niet voor mogelijk. Ze dus hebben hier nog een kilometer die 100 autobaan ook. Dus Konin en Poznan. Dus het zonnetje begint onder te gaan, hè. 8:30. Maar het loopt lekker. Dus ja, het zonnetje bijna onder, hè. Maar het zit trouwens. Dus een paar uurtjes nog, dan stop ik ermee. Een paar uurtjes, ja, een uurtje of twee. Een stuk voorbij Poznan komen, dan vind ik het mooi geweest. Het is een zaterdagochtend, 6 juli. En het laatste stukje naar de Pools-Duitse grens. Ja. Wel lekker geslapen vannacht. Een mooie verlichte parkeerplaats, dus dat ging best, hè. Het is rustig op de weg. Want in juli en augustus dan hebben ze een rijverbod hier ook op zaterdag vanwege de vakantiedrukte. Ja, behalve met wat wij vervoeren dan, diverse levensmiddelen, dergelijke en zo, dan mag je gewoon sturen. Je hier ook weer een parking.
links en dan. Is dat ook vol, hè? De jongens staan allemaal aan de kant vandaag. Dus ik hoop dat we vanmiddag om 2 uur weer mogen gaan rijden of zo. Ja, aan de grens zal het even goed wel druk wezen, want er zijn de meesten vannacht nog naartoe gegaan. Ze staan er allemaal aan te schuiven. Duitsland komen ze ook niet in, maar er is dus ook een rijverbod op dit moment. Tot zondagavond 10 uur. Allemaal vanwege de vakanties. Normaal is er altijd al een zondag rijverbod. Dus ja, ik heb net even een bakje gezet. Hè. Zit ik nou voor mijn gemakje op te drinken. Het is mooi weer. Dus ze blijven straks een korte broek weer aan. Nou, het is nog een kilometer of 80 naar de Pools-Duitse grens en de Zwetskoop. Ik stond met een bordje, dus goed uurtje. Ik wil even kijken hoe het met die papieren gaat. Hè. Er zit nog een terminal voor de grens. Of ik daar andere papieren krijg voor de grens zelf. Ja, dat zoeken we direct wel weer even uit. Lekker rustig op het paardje. Mooie brede weg ook. Ja, ja, valt goed te rijden. Ook opgeknapt door die jaren heen hier. Ook bewaard de parkeerplaatsen bijgekomen. Kijk weer de Euroshell. Ja. Zie je vol. Dat zijn overal vol hoor, op die parkings. Ze houden hun eigen toch aardig aan het rijverbod hier. Ook Russen. Russen, Oekraïners. Beetje dode boel hoor, in die dorpjes hier. Om weinig te beleven. Ik schrijf hem maar niet. Nee. Ze kijken dus aardig sturen hier, maar mijn land zal het in ieder geval niet worden, dat niet. Ja, ik ben daar bij Recepin. En dan moet ik eerst naar de douane toe, op die terminal, dus wel, hè, want ik had Edwin eventjes gebeld. Ja, ik sta te wachten voor een spoortje wat dicht is. Tenminste, de spoorbomen zijn dicht, maar er komt helemaal geen trein. Ja, dat kun je wel zo hebben. Hier, kijk, hier ook weer een parking. Service en weet ik het allemaal. Dus. Zie je wel. Ja, er gebeurt niks hè, hier. Er staat daar een bordje, een receptie. Vliegen daar al. Dus nou, dan gaan we daar eerst maar kijken op die terminal. Ja, je ziet het, hè? Er komt toch nog een treintje aan. Dat is nog behoorlijk lang ook zo te zien. Goederen treintje. Toch niet voor niks staan te wachten. Nou, we staan op die terminal, hè? Het is behoorlijk druk hier, hè? Aan de overkant is een beetje spoorwegen. Maar... Kijk, staat er nog eentje van Boekenstein. Daar rijdt Ivo voor, hè. Die rijdt ook op Rusland. Sinds kort weer. Ja, zeg ik, het is behoorlijk druk, hè. We gaan helemaal voor de parking. Dus het zal wel even gaan duren hier, denk ik. Nou, het is onderhand 9:30 geworden. Ja, dit is het laatste stukje hier naar de grens. Dus... Ja, ik ben op die terminal geweest, maar dat hoeft achteraf niet. Bij expediteurs is aan gevraagd. Maar ja, dat kun je beter doen, is dat je weer om kan keren. Hè? Als je aan de grens komt en ze zeggen je moet er wel naartoe, dan kun je weer 20 kilometer terug. Dus dat schiet ook niet op. Ja, dan moet er hier ergens een vent in een houten hokje zitten straks. Dan moet je dan weer je loopbriefje halen. Ja, je moet het allemaal maar weten. Hè? Ik heb het ook even gevraagd hoor. Anders kom je op die terminal en dan zegt die vent op de grens zelf en dan zegt die man maar in zijn loopbriefje. Dan ga je weer terug. Moet die man in zijn auto hier weer gaan zoeken hier. Die man die voor mij rijdt, die is ook omgekeerd. Dus ik moet best wijzen dat hij dat probleem ook had.
zo dat ook hier voorbij gereden is. Zo hier in Nederland. Kijk, er worden borden boven de weg. Hè? Staat op welke baan dat je moet volgen. Ja, wij houden deze baan en dat is voor levend vee en lege auto's, bederfelijke waren. Dus. Kijk, daar staat het houten huisje. Dan moet je hier loopbrief halen. Je moet het maar even weten, inderdaad. Zie je. Ja, dan verder op de afslag. Ja, het is rustig, er staat helemaal niks. Normaal staan ze wel op de weg te wachten, maar. Stel je voor dat het wat gratis is. Kijk, Terminal Zolle staat erbij op het bord hier. Ja, we staan op de grens, hè, op papieren te wachten. Valt mij jongen, de drukte hier op de parking. Ik had het drukker verwacht. Dus straks eventjes terugkomen bij de expediteur. De Poolse douane heb ik al gehad. Ja, langs de Duitse douane en nog een paar stempeltjes hier en daar. Dat is goed, kijk maar, de parking is aardig leeg, zie je. Dus, ontiegelijk groot hoor hier die grens, Frankfurt Oude. Nou, de grens is klaar. Ja, viel nog mee, hè. Ik heb even koffietje gedaan met die jongen van Wemmers. Dus. Ja, dat loopt een beetje raar hier, hè, want je denkt dat het een spookreis zijn. Maar het spoor waar ik nou op zit, dan kun je enkel richting Duitsland, hè. Dan kun je niet meer terug Polen in. Dat hebben ze wel slim gemaakt. Die terminal, die grens zelf, het douanecomplex zeg maar, dat ligt in Polen. Dus, kijk wat er hier op dit baantje tegemoet komt, dat komt dus uit Duitsland vandaan. Hè? En wij kunnen enkel naar Duitsland toe. Wat aan die andere kant rijdt, waar die bussen rijden, ja, dat komt uit Polen vandaan. En dat gaat enkel naar Polen toe. Ja, zo werkt dat. Je moet het maar even weten. Ja, net even lekker half uurtje in het zonnetje gezeten, koffie gedronken. Dus gewoon nou maar weer eens een stukje sturen. Het is 11:15 geworden, dus dat kennen we weer even. Kijk, dan verderop is de originele grens. Het is eigenlijk de oude grens, Frankfurt Oder. Ja, direct even die camera weer doen. Kijk, die luxe autootjes staan allemaal te wachten. Daar hebben wij geen last van. Even een loopbriefje afgeven en hobbelen met je geit, als het goed is. Als je voor de rest geen controles krijgt. Dus. Ja, of kan als gangertjes in. Nou, ik doe even die camera weg, want anders gaat het niet goed komen, denk ik. We lopen weer een veldwachter verderop. Ja, nou, dat is toch wel richting Polen. Weinig vrachtverkeer hier, want verderop is ook een terminal. En dan word je met groepjes naar de grens gebracht. Anders vroeger stond het hier ook allemaal vol. Ja, dit is de Oder. Watertje. Waarom heet het ook Frankfurt Oder? Dus. En. Behoorlijk druk met toeristen. Ja, ze zijn allemaal te wachten om Polen in te gaan. Gezellig jongens, voor vakantie. Ook even een half dag hier aan de grens staan. Hè. We zitten in Duitsland. Ik heb een gastje gaan geven. Ik krijg nou geen grenzen meer. Kijk, dan laten ze weer een ploegje gaan, hè, van die vrachtauto's. Hè. Die komen allemaal van die terminal af verderop. Waar moet je je eigen melden? Ja, en dan ieder op zijn beurt naar de grens toe. Dan laten ze er weer een stuk of 20, 30 naar die grens vertrekken. En anders staat het daar allemaal vol. Hè. Die autobaan vol, ja, dat gaat niet. Verderop druk is op die parking. Dat zullen we straks wel even zien. Links, daar is die parking, hè? Richting Polen is dat. Hè? Dan moet je je aangemelden. Oh, het staat helemaal vol, zeg.
Ja, ik weet niet, ja, het is zo groot. Ik zit natuurlijk onder het rijden te filmen. Oh, hier staan honderden auto's, het staat mutje vol. Kijk eens op de autobaan ook. Zo. Nou, die zijn voorlopig nog niet weg. Nee, die zijn voorlopig nog niet weg. Kijk, het is wat. Het staat allemaal te wachten, jongens. Ja, en daarna moeten ze die grens nog eens een keer doen. Ik weet niet tot hoever die file loopt, hoor. Ik zal eens even kijken. Er zit er nou een halve kilometer ongeveer. Maar voor zo te zien komt er nog een end aan. Ja, nou, daar ben je gezegend mee. Het is achteraan kan gesluiten. Zo ver als dat je kijkt, kijk eens staan ze. Onwijs. Nou, ik zit nu een 2,5 kilometer. Nou, je ziet het, hè. Zo ver als dat je kijkt, kijk eens staan ze. Voorlopig is het einde nog niet in zicht. Maar door, hè. 4 kilometer. Ik moet hier zo even stoppen. Ik heb geen eurovignet. Dus ik eerst even gaan halen. En even 100 liter erin gooien. Ik heb de Nederlandse grens kunnen halen. Ik ga toch maar over Nederland denken. Zo, ik heb net even een beetje wat getankt. Ja, en een eurovignetje gekocht. En dan weet ik het niet zeker, maar kan het wezen dat daar het einde van de file is. Ik zit nu op 6,5 kilometer. Lijkt het wel op. 6,5, nou 7 kilometer. Er staat te wachten om die terminal op te komen. En daar staat het helemaal mutje vol. Dus ja, degene die hier achteraan staan. Nou, mag er blij zijn als over 48 uur Polen inrijden. We staan gewoon 2 dagen te wachten voor die grens. Dus ik kan wel nagaan, hè. Ja, het zijn drama's, want je staat gewoon langs de autobaan dag en nacht aan te sluiten. Als je met je kop op stuur gaat leggen, dan komen ze hier voorbij. Hè. En zorgen dat je wat eten bij hebt natuurlijk. Want ik ben er geen frietent tegengekomen. Nee. En ook geen catering service die er langs rijdt. Oost- en West-Duitsland, hè. Dus Hannover en Berlijn, zou ik maar zeggen. We waren natuurlijk nog wel op de grenzen. Kijk, de wachttorentjes en alles, die staan er nog. Zie je? Dus, het loopt lekker trouwens. Het is maar rustig op de weg. Westelijke kant, dat je maar. Ik denk enkel dat die valse herders onder er niet meer lopen. Die zullen wel weg zijn. Ah, het loopt lekker, hè? Ja. Het is onderhand 10:08 geworden. Ik kan je wel zien. Ja, het is zeker rustig op die autobaan, dus het schiet er lekker op. Ja. Vandaag al, even kijken hoor. Ja, 600 kilometer gedaan. Ja, dat is niet verkeerd. Dus er zit een kilometer of 80 voor Dortmund in Duitsland. Ja, ik zal wel zeggen goedemorgen. Het is zondag. En ik ben een half uurtje geleden wakker geworden. Een bakje koffie gezet.
is 8:45. Ik rijd net de Belgische, Nederlands-Belgische grens over tussen Eindhoven en Antwerpen. Dus ik wil weer een gastje geven. Hier en daar een paar van die verdwaalde toeristen op de weg, soms vroeg. Dus kijk hoe ver ik kan komen vandaag. Ik hoop wel een stuk achter Parijs. Tussen Poitiers en Bordeaux of zo. Maar we gaan het zien, hè? Ik heb er wel weer zin in. Ja, mooie reisjes en zo. Ja, België is een beetje een ongezellig land in de Rijn te rijden. Ik vind het weer geen ballen. Ik wil niks te zien, niks te beleven. Nee, niks bijzonders. Dus. Ja, een uurtje of twee zijn we erdoor, samen aan de Franse grens. Kijk, moet je hier naar mee. Een beetje van die weiland, meer niet. Dus ogen dicht en gas geven, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, we rijden net Frankrijk in, hè? Ja. Het is iets voor 11:30, dus het loopt lekker. Lekker rustig op de weg. Want ook hier rijverbod voor vrachtauto's op zondag. Maar dat geldt weer niet voor Guzzi. Dus. Zo, het is 2:00. Ja, net even een pauzetje gemaakt. Dus. Even vers stokbrood gekocht. Lekker haring in tomatensaus erop. En lekker buiten zitten te picknicken. Nou, een kilometer of 70 voor Parijs, dus het loopt lekker. Verschrikkelijk druk met Hollandse toeristen. De een en de ander die komt voorbij zeilen. Caravanetjes, aanhangertjes, hup, gaat er weer heen. Ja. Ja, zit hier bij Charles de Gaulle. Dat is het vliegveld aan de noordkant van Parijs. Dus, straks de periferie op. Kijk, we hadden net eentje over de weg heen. Sterk daarop. Hier, het is in ieder geval een beetje drukker, laat ik het zo zeggen. Dus niks aan te doen. Ik was er al bang voor. Want het is 3:00, dus het is net een beetje een rottijd. Door de week is het de hele dag zo jury bij dat Parijs. Ja, het gaat direct wel weer lopen. Dus wacht het rustig af. Hè. Ook toeristen natuurlijk op de weg nu. Ja, er rommelde nog aardig door in de drukte. Ja, het grootste gedeelte alweer gaat. Dus. Het is onderhand 28 graden geworden buiten, dus het gaat lekker, hè? Airconditioningetje aan. Ja. Ja, zo rommelen we maar voort, hè? Zou ik maar zeggen. Ja, het loopt lekker, hè? Parijs viel nog mee. Het duurt 3 kwartier om dat rond te komen.
komen, dus ja, dat mag je niet klagen. Nou, Orléans weet ik ook voorbij. Ik zit nu een kilometer of 70 voor Tours. Ja, nog een paar uurtjes. En dan is het mooi geweest voor vandaag. Het is druk in de parkeerplaatsen. Het verkeer dat allemaal stilstaat vanwege het rijverbod. Ja, ook toeristen. Dus... Het is het nou lekker rustig in ieder geval, want ze zijn achter Parijs een beetje uitgewaaid, hè, alle windrichting op. Kijk, Bordeaux, 354, of het niks is hier. Shit. Ja. Ja, dan nog een stukje naar de Spaanse grens, dan nog een stuk met Spanje in. Ja, ze morgen ook nog even zoet. Kijk mooi zo over die stad uit, joh. Nou, met het weer mogen we weer niet klagen, hè, vandaag. Nee, dat gaat best. Kijk, toch alweer 2200 kilometer gereden, hè, vanaf het late adres in Polen. Misschien. Maar er in de verte ligt Poitiers. Dus... ga erbij Poitiers Zuid af, strakjes, naar richting Noord. Nationaal 10, hè. Ik ben er net afgegaan van de autoroute. Dus richting Angoulême en dan vandaan richting Bordeaux. Dan kom je weer op hetzelfde punt uit. Een paar honderd kilometer verder. Een kilometer of 10, 15. Dat is het Fifon, hè? Zo heet dat. Plaatsje. Daar is een routje in. Het is het hele weekend open, dus daar stop ik er straks mee. Het is mooi geweest. Het zit mooi aan 10 rijuren, dus we kennen het wel weer even. Kijk, dit loopt hartstikke mooi, hè? Hier ook vier baan zitten, de meeste stukken. Dus. Zo, nou je ziet het, hè? Nou, ik sta net een kwartiertje stiller. Zeg maar dat ik om 9 uur stil stond. Ja, een Vifonne, net onder Poitiers, hè? Wel een grote route hier. Maar hij is mooi dicht het weekend, dus dat grijp ik even mis, hè? Ja. Hey, kijk nou, hè? Ik sta mijn eigen schaduw te filmen. Is dat wat? Grote parking hier. Hè? Kijk, misschien dat je het kan zien, hè? Temperatuur, zie je. Er staat nog steeds op 0 graden, dus dat is niet verkeerd. Dit is de achterste kamer. Dit is de middelste kamer. Ze staat nog op 0 graden. Bewijsmateriaal verzamelen. Hij staat iets hoger. Hij staat op plus 2 graden. Ja, die show die is zo bederfelijk als de pest. Kijk, zal ik even laten zien, hè, waar we nou precies vandaan komen. Hè? Zie je, dit is Warschau, hè? Polen. Warschau. Zie je wel? Ja. Volg je de rode weg, de 2. Naar achteren, naar het oosten, Zieltje. Een stukje verder nog, kijk. En hier moest ik laden. Maar hier heb ik geladen. In Oesietje. Ja. Dan ga je nog een klein stukje verder naar het oosten. En dan zie je vandaan. Of Mietsirsek, Biala Podlaska. En dan sta je bij Tiraspol en Brest. Dat is de Russische grens, hè. Nou, dat was dus precies nog 60 kilometer, dus. Kijk, hier ligt Warschau, zo gezegd. En Brest,
Kun je wel zien, hè? Ja, en dan moet je dus het hele eind door het pool heen. Zo, naar Frankfurt Oder. Dat was dus ook even 700 kilometer. Enkel aan de Duitse grens. Ja, nu sta ik dus hier. Hier heb je Poitiers. Ja. Dan volgen we de Route Nationale 10. Die loopt dus hier. Kijk, en nou sta ik hier in Vifonne. Zondagavond. En dik 2200 kilometer verder, hè, vanaf die laadplaats. Nou, en hier gaan we naartoe, hè. Dit is de Frans-Spaanse grens bij Biarritz. Ja. En dan moet ik eens even kijken, hoor. Dan gaan we zo naar beneden. Zal ik hem even een beetje hoger houden, want... Naar Pamplona. Van Pamplona... Naar Marsilia, als ik het goed heb. Even kijken waar ik dat heb. Ik zie hier Tafalla. Oh, dan ben ik hem even kwijt, hoor. Tudela. Dat is even te ver. Hier ergens moet Marsilia aanleggen. Nou, het is in ieder geval onder Pamplona, ergens hier, hoor. Ja, hier moet het plaatsje ergens leggen. Zeg maar een beetje in het midden van het beeld. Qua rotplaatsje. Dus, hier links is Logroño. Dus daar hebben we morgen nog even wat te doen, hè. Het is gewoon weer een dagwerk. En je ziet het op het eind van het liedje. Is het dus gewoon drie... Drie complete dagen sturen, hè? Als het niet meer is. Ja, daar loopt de Nationale, de 10. Ja. Het is altijd wel druk, hè, hier. De meesten die gaan hier overheen. Ja, ik zal maar zeggen goedemorgen. Maandagochtend 9:45. Op 8 juli. En ik ben net Bordeaux voorbij, loopt dus een kogel. Vanmorgen om 6:30 gaan rijden, uit Vifonne. Daar heb ik een bakje gedaan en zo, dus... Kijken wat het vandaag allemaal wordt. Ja, Bayonne nog 168 kilometer. Nou, dan zit je vlak aan de Spaanse grens, hè. Ja, is leuk sturen, hè, hier ook. Ja, mooi vlak. Cruisecontroletje erop. Net even een bakje gezet, hè. Dus het is lekker huiselijk, een beetje verzorgen, want als je het niet doet, dan krijg je heimwee, zou ik maar zeggen. Dat is niet goed natuurlijk, dat kunnen we niet hebben. Kijk, als een beetje 85, zo 86. De haar gaat lekker hier. Het zonnetje schijnt, dus als het zo blijft, gaat het weer helemaal goed komen. Even op een parkeerplaats. Het begint even te donderen, zeg hier nou. Hangt even een... onweersbuitje boven. Ja. Was eigenlijk de bedoeling niet natuurlijk. Ik ga even flink te keren op het moment. Net even een blikseminslag. Het regent even lekker, hè? Een buikje voor het stof, zal ik maar zeggen. De vliegjes van het voorraam, hè? Dat zet ik maar schoon. Nog 34 kilometer naar Bayon. Ja, dan nog een klein stukje. En, dan staan we in Jeroen, hè? Spaanse grens. Maar het wordt steeds donkerder die kant op. Dat heb ik allemaal niet besteld hier. Ik heb de zon besteld.
dus gaat niet goed. Nou, dat heb ik weer. Ik mag ook eens een keertje naar Spanje toe, één keer per jaar. Ik heb mijn korte broek al in de kast laten. Een flirt van de luchtje. Hier kijken. Godsgelera, je moet je kijken. Hier. Durf je altijd niet eens weer uit te komen, zo hard gaat het. Ja, dat heb ik weer bereikt. Ik ging wel lekker Spanje, korte broek aan. Ja. Vrouwtje, bedankt. Kijk, hangt een beetje bewolking, hè? Tegen die berg aan. Ja, het is wel een mooi gezicht, hoor, jongens, hier. Het is echt mooi. Klein stukje nog. We staan aan de grens. Het gaat flink omhoog hier. Kijk, en hier gaat het weer flink naar beneden. Wat je rustig aan doen, want beneden aan zijn de betaalhokjes. Ja, dan moet je even stoppen. Dus het is niet de bedoeling dat je die slagboom eruit rijdt, zou ik maar zeggen. Nou, ik zit net in Spanje, half uurtje. Ja, het eerste stukje was even een beetje slingerig, dus een beetje moeilijk filmen. Maar ja, het is wel mooi hier. Ik ben meteen bij Jeroen over de grens eraf gegaan. Daar houden we weg naar de Pamplona toe. Dus nou, dat wordt wel in de middag hier dat we daar zijn als het zo blijft lopen. Dat wordt helemaal geen avond. Dat gaat best zo, hè. Kijk, Pamplona. Nog 56 kilometer. Ja, en dan nog een 100 erbij, denk ik. Een stukje autopista. Een stukje binnendoor. Net even een koffietje gedaan, hè. Weer bijhouden. Dus. Kijk, we zien de pomp en restaurant. Links ook weer een restaurant, hè? Ja, daar heb je er genoeg van hier in Spanje. Ah, mooi sturen hier. Mooi sturen. Smal, hè, hier nou. Yeah. Tussen die haasjes door. Nou, dat check ik, dit is echt de oude weg nog. Stijl klimmetje hier, hoor. Ik ga met 30 naar boven toe, dus. Veel nogal, zou ik maar zeggen. Mooie omgeving, hoor, dat wel, hè. Kijk eens. Ja, je komt nog eens ergens, hè, met het reisbureau. Dirk Eiktoers, zou ik maar zeggen.
mooi, hè? Zou te zien wel een tunneltje aankomen, denk ik. Ze nemen de boel een beetje in de maling, want ik dacht dat ik boven was, dat ik een tunneltje uitkwam, maar dat was nog even niet zo. Nee, dus even kijken hier. 25 km per uur. Jawel. Zo, ik ben net Pamplona voorbij. En nou richting het Tudela. Wel over de Nationaal. Rijdt even leuker. Het maakt weinig uit. Het is goedkoper, hè. Maar mooi sturen. Het was weer warm buiten. Dus zonder rond 4 uur, 10 over 4. Mooie tijd. Als je een beetje lopen wil, ja, dan moet ik toch wel om een uur of 6 bij die klant kunnen wezen. Niet verkeerd zijn. Kijk in de verte, dan kan je zien, misschien loopt die auto piste. Die moet je dan betalen. Dit kost niks. Onze Hollanders zijn zuinig, hè? Beetje op de kleintjes letten, zou ik maar zeggen. Kijk, daar links waar die vrachtwagen ziet rijden. Ja, daar loopt dus autopistas in. Hij is gewoon even weinig aan. Dat je dan je die berg opgebouwd. Er loopt dus een kogel, hier, die Nationaal. Het is wel warm, 26 graden. Een beetje drukkend buiten. Hier aan te kijken als het nog eens even een keertje onweer of zo, hè, straks. Wolk, donkere wolk, hè. Boven het landschap. Ja. Hangt me een luchtje daar rechts. Is niet te geloven, zo donker. Maar zo direct toch een onwil los, moet je maar rekenen. Ik kan gerust wel vanuit gaan. Kijk hier.
vrouw. Mooi. Mooi stuur hoor hier wel. Nou, dit is niet zo'n best weggetje. Loopt lijkt me goed als een kogel. Nou, ik zal even uitleggen hoe het zit. Het is 6:10. Ik sta nu in het Asagra. Hè, waar ik moet lossen. Zo heet het plaatsje. Bij de fabriek. En wat zeiden ze 1 uur geleden toen ik hier aankwam? Guus, het wordt wel morgenavond. Nou ja, ik heb het net uit zitten rekenen. 38 rijuren had ik. 38. En 2840 kilometer vanaf waar ik geladen heb, erachter in naar Polen. Maar kijk eens wat er hier naast de fabriek zit. Zien jullie dat met z'n allen? Dus kijk, ik heb het natuurlijk niet zo erg slecht, hè. Dat begrijp je wel. Het komt heel goed uit. En omdat het er toch zo voor staat, dacht ik, dan kan ik nu ook alvast wel een sapje nemen. Dan gaan we straks even een stukje wandelen. Ja. En zo werkt dat. Spanjaard die heeft haast. Dat hebben Spanjaarden allemaal. Ja. Als jij 90 zit te rijden, dan blijven ze maar op je achterbumper houden. Maar dat... niet zo verwonderlijk, want hier op de autopista's, dus de snelwegen, daar mogen ze ook 100, hè, die vrachtauto's. Dat zouden ze bij ons ook eens in moeten voeren. Eigenlijk. Ja, ik zal maar zeggen goedemorgen. Ik sta bij een hotelletje hier in Asagra. Kijk, hier dus gisteren lekker zitten te eten. Restaurant. Ja, straks eens even op die fabriek kijken. Ze er vandaag nog zin in krijgen om te gaan lossen. Ik weet het ook allemaal niet. Ja, een beetje moestuintjes. En een beetje bewolkt, hè. Ik zal even vertellen hoe het in elkaar zit. Ik sta hier dus te lossen bij Iberfruta in Asagra, hè? Onder Pamplona. Kijk, het is nu onderhand 5:30 geworden. Ik sta dus de hele dag op te lossen hier. En waarom? Die troep is zo verschrikkelijk dik, die blauwe bessen. Dat wil niet die tank uit. Kijk, die man die staat alles naar die uitloop toe te duwen met een veger. Zie je? Dit is de derde kamer, de eerste twee die zijn leeg. En twee. Dat is een drama. Onderop legt het sap. Dat wilde wel uit, maar die pulp die bovenop legt, die wilde niet uit. Kijk, alles zit onder het sap van de blauwe bessen. Een zoutje hier. Dentro de 5 minuten. Hé, va a grabar. Maar a mí no me grabe así, tío. Die man die staat daar te scheppen, jongen, dat wil je niet weten. Kijk, dan zijn ze het anders aan het doen. Doen ze het eruit pompen. En dan door die andere slang pompen ze terug, en het sap weer terug die tank in om het te mengen, want ze willen geen water gebruiken. Het sap dat moet puur blijven. Kijk, door die gele slang wordt het eruit gepompt, gaat het naar binnen naar de pomp. En aan de andere kant komt het weer terug, door die zwarte slangen de pompen ze het sap weer terug. In oktober. In Navarra, november. Om het te mengen. Ja.
Sap toch moet puur blijven, er mag geen water bij komen. Dat is een zoutje bagger, die blauwe bessen. Ja, geen wat. Zo denkt die man er ook over. Ja, hallo. Zie je, hier staat die pomp. Kijk, dit is je tank waar het in moet. Ik het even vanaf de andere kant, hè. Kijk. Kom, die trekt het door die geulenslang bij mij naar de tank vandaan. Die pomp in. En door die zwarte slang, daar zit het sap weer terug. En dan zet hij die kraan weer open naar de tank toe. En dan stopt hij met circuleren. Dan gaat hij weer in de tank pompen. Dan is het genoeg te doen. In de tank bij mij. Proberen ze hem weer leeg te trekken. En dan lachen hier, dat loopt de film hier aan. Vinden ze wel wat, hè? Ja, die ben ook de hele dag hard aan het werken. Daar hier in dit gebouw, dan was die pomp er nog op vastgelopen. Zo dik is die zooi. Dat is gewoon helemaal dicht. Velletjes en takjes en rotzooi. Van die bessies. Dus dat hebben ze allemaal open moeten sleutelen. Dat kost ook weer een uurtje of twee. Dat het allemaal weer gerepareerd was. En daarna pompt hij hem hier vandaan. Pompt hij hem zo naar boven de tank in. Kijk, die kraan is dat open, dan gaat hij zo de tank in. Hè. De leiding naar boven. Ja. Joh, die vent die zegt, hij moet even op de film, maar die andere loopt gauw weg. Kijk, daar komt hij aan. Hè. Zie je? Ah, die mannen die bennen de hele dag al aan de schepen, jongen. Hij ook, hè. Naar boven, hè. De hele dag al aan de schepen in die tankje. Die zou die wilde gewoon niet uit, jongens. Het is zo verschrikkelijk dik. Hij staat het met een trekker gewoon naar achteren te douwen, hè. Naar het gat toe, hè. Waar die uitloop zit. Ja. Drama. Ja, voor die mensen ook natuurlijk. Ja, zijn de hele dag bij ze met de tank te lossen. Ik denk dat ik het zelf niet allemaal hoef te doen. Maar kijk, voorlopig is het al 5:30 geworden. Zie je? Nog op het tankhouders hier hè, in Oostenrijk. Kralenwets. En er staan nog even twee polen. Iberfruta. Ja. Voorlopig sta ik hier alweer 24 uur, zou ik maar zeggen. Kijk. Dat is allemaal niet zo verkeerd. Want nogmaals, hier aan de overkant is het restaurant. Hè? Vanmiddag even lekker zitten eten. Ik denk, daar zal ik er meteen maar een sapje bij nemen. Ja, we zijn er nou toch. Ik moet vandaag nog wat te gaan doen, het wordt toch niks meer. Dan moet die tank nog schoon spuiten als hij leeg is. Dus.
The 503rd Heavy Tank Battalion was also allocated to this section with a further 45 Tigers. This made for a very impressive lineup and represented the best that Germany had to offer at that time, both in men and machines. One important area that the Germans fell short in was a suitable reserve force. The Russians had a very sizable reserve to call upon, but the Germans had been very badly mauled by 2 years of fighting in Russia and had assembled everything they could spare for one last great throw of the dice. It was not just on the ground that new German weapons were being tested. Hans-Ulrich Rudel, the famous Stuka pilot, was responsible for battle testing a new addition to the Stuka that would prove itself a menace for the Red Army tankmen. A 37mm flak cannon was fitted to the underside of the plane. It was found that this weapon was very accurate and very effective at destroying enemy tanks. To make this new weapon work, however, the pilot had to go into a shallow dive and get within close range of his target, a task that presented its own dangers. The number of Russian tanks that fell to this new weapon grew steadily throughout the offensive. As the offensive began to gather momentum, the 9th Army began their advance along the main Oral-Tokursk railway line. They quickly ran into the first defensive line, and the number of casualties began to rise. Within the first 2 days, the 9th Army's attack was halted near Olkhovatka. They had advanced only 12 miles from their start point. But the concentration of the Russian forces in this sector had proved fatal for Model's forces. The new German tanks that had expected to yield excellent results had performed miserably in battle. The Elephants did start well and had advanced a few miles into enemy territory. Initially, the thick frontal armor proved a good defense against enemy attempts to disable them. They could completely neutralize the enemy infantry positions. Accurate, sustained fire from the Soviet position prevented the German infantry from following behind them. The Ferdinands ran into difficulties when they became separated from their infantry support. The failure to fit an onboard machine gun prevented them from defending themselves against the enemy infantry. The same problems encountered by the Elephant were also seen in the Panther. Many of these tanks broke down on the way to the start point. Another worrying problem for the Panther crews was that many of their tanks caught fire. This was due to a badly designed exhaust system that accumulated unburned fuel and then caught fire. This first model of the Panther earned the nickname of Guderian's problem child. Around 200 of these tanks were sent into the Kursk area, but most broke down. The Tigers too experienced problems, especially with the retrieval of vehicles which were damaged by the extensive Russian minefields, which had been insufficiently cleared, a basic oversight which sent Guderian apoplectic with rage. In the south, Hoth's forces got off to a better start. The Tigers were placed at the head of the advance, with the Panthers providing flank cover. The weaker Panzer IIIs and IVs came in behind in what was known as a Panzer Keil, or armored wedge. The Russians had spread out their forces in the south. This helped the 4th Panzer Army to make relatively good progress. By the end of day one, the 4th Panzer Army had advanced 15 miles to the town of Pokrovka. The advance slowed considerably after this, as the Russians poured waves of reserves into this area to meet the threat. As the advance slowed, the emphasis of the attack was shifted northwards. The SS divisions had reached and forced a crossing of the Psel River by the 11th of July, bringing them close to the town of Prokhorovka. They prepared to advance further as Army Detachment Kempf followed behind, about 12 miles from their position. They had two armies attacking, one from the north, which was the 9th Army, and one from the south, under Manstein and Hoth, which was the 4th Panzer Army. And they were supposed to meet roughly in the middle at a town called Oboyan. But as again mentioned earlier on, the Russians knew exactly where the Germans were going to attack
and they could make their own picture as to where they were going to meet. So the town of Oboyan was enormously fortified all around, not just at the town. The Russian defenses themselves were not just a few hundred yards apart from the Germans. The whole defense line stretched from at least 8 up to 12 miles, one defense line after another, fields of it. And the Germans never really managed to have an impression under the town of Oboyan. They did not meet, especially since the northern attack formation didn't get anywhere near it at that time. The southern group, hence, had to turn away and turn towards the town Prokhorovka. However, as they made their march toward that, they were informed that a big Russian reinforcement was coming in the same direction from the eastern side of Russia, which was called the Voronezh Front. And they were approaching roughly in the same direction as the Germans and were bound to meet. The Germans tried their best to avoid this by having another army group, it was called, Army Group Kemp, which were supposed to protect their open flank as they marched north. However, this army group was bogged down and could not reach the place in time, so the Germans marched towards Prokhorovka, and so did the Russians. By the 11th of July, Hoth's forces were only 12 miles from the town of Oboyan. This was where the Russians had centered their defenses for the whole of the southern part of the Kursk salient, and the Germans knew that this area was a Russian strong point. Army detachment Kempf was fighting to the southeast towards Rathovets. Hoth planned to turn to the east, away from Oboyan, and destroy the enemy to the south. He could then link with Kempf's forces and force a new path towards Kursk. The town that lay in Hoth's way was Prokhorovka. Success at Prokhorovka was essential to the continuation of the German advance. Up to the 12th of July 1943, Prokhorovka was an unknown village. By the end of that day, it would earn its place in the history of the Second World War. The Russians, who could see the threat posed by the SS-led armored advance, poured strong armored reserves into this area. Among these reserves was the 5th Guards Tank Army, who were placed northeast of Prokhorovka alongside the 5th Guards Army. The 5th Guards Tank Army could boast a strength of 850 various tanks, including T-34s and KV-1s. At this stage, the Russians estimated that the German armored advance consisted of 700 vehicles. The truth, however, was very different. Hoth's SS force had been severely weakened by the advance through the extensive enemy defenses. By the 11th of July, the 2nd SS Panzer Corps could only muster 300 battle-ready machines. A further 230 German armored vehicles were fighting to their left with the rest of Hoth's forces. One major failure on the part of the Germans was the fact that they didn't detect the formidable enemy force that lay in wait for them. Hoth felt confident that the enemy had been severely weakened and that the German attack would open up the east flank and push the enemy back towards Oboyan. All of this assembled armor was situated in an area of less than 3 square miles. The start of the great armored clash was preceded by air attacks launched by both sides. The Russians also delivered an artillery attack towards the German lines. This was quickly followed by the start of the Russian tank advance. Almost at the same time, the Germans moved from their start points towards the Russian lines. The two sides met head on, and a state of extreme confusion soon developed. Any hope of control over these formations was lost as both sides locked horns in a close-range struggle for survival. At such short range, the German Tigers and Panthers couldn't rely upon their far superior long-range guns. At this stage, the T-34s and the other Russian machines found that they could destroy the German monsters as easily as they could be themselves destroyed. Also, in acts of suicide, Russian tanks were seen driving straight into the Tigers and ramming them.
The resultant explosion assured the complete destruction of both machines. Due to the close-range fighting, the planes and artillery from both sides could not play any part in deciding the outcome. The danger of destroying friendly forces was too great. The entire battle had lasted for 12 hours. In this short space of time, the finest divisions in Hitler's army had been fought to a standstill. They had suffered heavy infantry casualties and could not break through the Russian lines. At the end of this time, both sides settled back and assumed defensive positions. They both counted their losses and decided what to do next. Twee teams, één uitdaging en een berg mogelijkheden. Met vindingrijkheid, teamwork en een paar reserveonderdelen kan er van alles ontstaan. Van een bruggenbouwer tot een ballonbommenwerper uit de Scrap Heap Challenge. Onderdeel van Science Night. Dinsdags om 9 uur op Discovery. Running a restaurant is pretty stressful. I was in quite a dilemma because things were not working out. So I decided to take a walk. I just happened to sit on the park bench that night. Along comes this homeless person whose name is Owen. He believed that I'd just become homeless myself. It was his gesture of compassion, of offering me his most valuable possession, and that was his blanket. He changed my life. I promised to come back and repay the favor. It came quite natural to feed these homeless people. The first week, there was only about half a dozen. But nowhere in my wildest dreams did I ever envisage that we would reach the numbers that we cater for. Now, we feed at least 300 people every day. This particular restaurant that I run now for the homeless is the most gratifying and fulfilling of all the restaurants put together. Welke weg je ook kiest, keep walking. Een moeder en haar jonge zoontje zijn spoorloos verdwenen. Haar man is ten einde raad. Naarmate de uren voorbij tikken, worden echter steeds meer vragen gesteld. Is ze gewoon stilzwijgend weggelopen of is haar thuis iets vreselijks overkomen? Er zijn niet veel aanwijzingen. De FBI heeft deze zaak in handen. De echtgenoot is de hoofdverdachte. Kan de FBI het mysterie over wat er feitelijk is gebeurd oplossen met behulp van geavanceerde forensische technieken? De FBI raakt betrokken bij een huishoudelijk drama en bij de criminele onderwereld. En de tijd begint te dringen. Dit is Gino Carmaccio. Hij is een crimineel die heel goed door de FBI in de gaten wordt gehouden. Hij is een drugsdealer, een bendeleider en een moordenaar. Niemand wil hem dwars zitten. Kan detective Jerry King wel tegen hem op? Hoe kan de FBI hem voor eens en altijd onschadelijk maken? Volg de FBI terwijl het net rond de maffia van New York steeds verder wordt aangetrokken. Vincent Duganti heeft 30 jaar lang net gedaan alsof hij gek was. Maar de FBI gelooft hem niet meer. Heeft de gekke Don zichzelf blootgegeven? Bekijk deze dossiers van de FBI en ontdek de duistere zijde van de menselijke aard elke donderdag om 10 uur op Discovery Channel. The battle at Prokhorovka had resulted in losses for the Germans, but contrary to popular belief, these losses amounted to no more than 150 armored machines in total. The Germans managed to keep their battle-ready tank numbers at a fairly even number around this period. The majority of their losses had taken place in the first few days of the Kursk offensive. After Prokhorovka, the Germans simply lacked the strength and forces necessary to continue the advance. By this stage, they were completely exhausted. The Russian tank losses during Prokhorovka stood at around 400 tanks, and this spelt a temporary setback in this area for them. In the overall plan, they knew that they had yet to deliver the main attack elsewhere. Throughout the night of July the 12th, the Russians and Germans recovered what vehicles they could from Prokhorovka and returned them to the repair shops in an attempt to make their losses good. The engineers destroyed whatever could not be recovered.
Smaller scale fighting did continue in this area for the next few days, but the fact was that both the Russians and the Germans were exhausted. Hitler called off the Zitadelle offensive on the 13th of July. As the clash of tanks was taking place at Prokhorovka, the Germans were preparing for the counter-attack in other areas. They'd amassed a formidable attacking force in the north of the salient. Even as the German offensive continued, they began their probing attacks on the 12th of July near Orel. The Germans began to fall back under the weight of this attack. They were weakened beyond repair. And on top of this, Hitler withdrew the elite 1st SS Panzer Division and sent them south towards the new threat in Italy. At the start of August, the Russian offensive began in full. It quickly gained ground, and less than a week after the start of the attack, the Russians had retaken most of the lost areas. By the end of August, they even managed to retake Kharkov. This was the fourth and last time this Russian city would change hands. In some areas, the going was tough for the Russians. The Germans had dug in well and got the chance to exact a measure of revenge for the losses they'd endured. Von Manstein himself directed these defensive battles, but the end was now in sight. Germany had thrown the elite of its armored forces into this battle in an attempt to win the decisive victory it needed. Hitler had placed all of his hopes in the Waffen-SS formations that had won him victory at Kharkov in March. He ensured that they were given preference in receiving the new Panthers and Tigers, but not even these new heavy tanks could win the day. At the end of this struggle, these units, together with the rest of the forces involved, had suffered heavy losses in men and machines. This was to be the last offensive operation mounted by the Germans in the East. What it spelled for them was the start of the end of the Russian campaign. The armies of Adolf Hitler faced a one-way move back towards their homeland. Not even the elite SS formations could give Hitler the victory he needed. Local successes did take place, but they weren't enough to alter the final outcome. For the Russians, it allowed them to seize the decisive advantage over the Germans. The carefully planned counterattack tore large gaps in the German front line. They had at last proved that the mighty German army was beatable. With regards to tanks, sheer numerical superiority overwhelmed the technical attributes of the Panthers and Tigers. This victory did, as the Führer had predicted, provide a beacon for the whole world. The victory, however, lay not with the forces of Hitler, but with the forces of Stalin. Team na de reclame. Op een nieuw vakantieoord van Centerparks zoeken Tony & Co. overblijfselen van een cultuur uit het Paleolithicum, zo'n 400.000 jaar geleden. Het wordt niet ingestudeerd. Het verloopt niet altijd soepel. Ze worden niet gekozen om hun uiterlijk. Het lukt niet altijd. Het is geen drama. Het is trauma. Live in the ER, onderdeel van Reality Night. Vrijdagavond vanaf 11 uur op Discovery. Als kind kwam ik veel bij de vissers en bij de boeren in Broek in Waterland. En die boeren die hadden natuurlijk ook hele leuke houten boten. En die vissers die hadden hele leuke, ja, snelle bootjes. En dan gingen ze daarmee naar het veen in of ze gingen ermee vissen. Of er waren veel vaartboeren die voeren met die boten. En vanaf het begin had ik altijd het idee van, nou, dat soort boten wil ik maken. Hè. Een oude verrotte boot is heel mooi om te zien. Hè. Dat is zo'n verstilde boot die ergens in het riet ligt. Hè. En dat is prachtig om te zien. Het voor een boot maken is vooral op het oog. Hè. Dat is allemaal met je oog kijken. En dan even verderop weer weglopen en dan weer kijken. En als die boot in het water ligt, weer kijken. Zelfs hoe het rivierwater langs een brug stroomt, hè, dat vind ik interessant. Want dan kun je aan de draaikolken zien of de vorm goed is. Hè.
En dat is natuurlijk, ja, dat is dan de kunst die je dus van kinds af aan probeert eigen te maken. Dat is toch wel leuk om te vertellen dat in de 17e eeuw de Nederlanders bouwden schepen op het oog. Ze maakten geen tekeningen. Maar de Batavia is eigenlijk, ja, dat is toch voor mij dus het ultieme schip. Die heb ik ook precies zo gebouwd zoals het in de 17e eeuw gebeurde. Dat vond ik dan wel een uitdaging om dat te doen. Voor mijn gevoel had ik het opgegraven. Hè? En dan niet letterlijk uit de grond, maar uit de boeken, uit de schilderijen, uit de archeologische fondsen. Letterlijk uit ik weet niet hoeveel bron had ik het opgediept. En al die onderdelen hè, die je dan las in die boeken over klamaaien, broekstuk, inveren, waaispanen, schaarstokken, lijfhouten. Soms op één bladzijde in een boek drie verschillende namen voor één onderdeel. En op een gegeven moment beginnen al die onderdelen een plaats te krijgen. Ik liep eigenlijk al rond in de Batavia voordat die dus gebouwd werd. Ik kon daar in mijn verbeelding al gewoon in lopen. Ik heb wel eens gezegd, het is alsof je in een donkere kamer zit. Hè? Hou je je stil en blijf je even wachten, dan worden dingen zichtbaar. En als je lang genoeg wacht, dan denk je, oh ja, dat is de pendule. En dat is een schilderij van opa. Of dat is dit. En zo is dat met het schip ook gegaan. Hè? Je komt als het ware een donkere kamer binnen en dan vind je toch al die onderdelen. Nou, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dingen uitzoeken, hoe het werkelijk in elkaar zit. Hè? Het is natuurlijk een geweldig idee om de grootste kast ter wereld te bouwen. Van dat soort dingen droom je natuurlijk. Ik geloof dat het idee achter Eden een soort universele geometrie is. Een hele simpele, zich herhalende structuur. Het is telkens weer teruggebracht tot een absoluut minimum. Het lijkt lichter dan lucht. Het strijkt hier als het ware neer. We gebruiken de meest geavanceerde technologie die we hebben op dit moment. Je kunt niet vooruitlopen op de toekomst, maar we doen ons best. Discovery Channel zal Elvedon ons meer kunnen vertellen over de mensen die hier 400.000 jaar geleden leefden. Een onderzoek met het Time Team. Time Team are hot on the trail of one of the very few places in Britain which shows evidence of human habitation dating from the early Stone Age. Surprisingly, it's down there, in the grounds of a Centre Parks holiday village. See you by the pool. Welcome to Suffolk. Lovely, isn't it? This is what most of England would have looked like 400 millennia ago to the small Stone Age population who lived here. Lots of lush vegetation and plenty of animal life, including lions, rhinos and elephants. And contrary to what you see in the movies, definitely no dinosaurs. Time Team have come here to Centre Parks in Elvedon in Suffolk to try to find out more about the Stone Age people who lived and died here 400,000 years ago. And as usual, we've got just 3 days to do it. So where exactly are we now? Well, we're still in the middle of the Centre Parks complex, but yeah. We're in an old clay pit.
which was a brick-making place in the Victorian times. What's that got to do with the Stone Age? Well, down the side of the clay pit, there is a layer dating from the Old Stone Age. How do we know it's Stone Age? Because it's got hand axes in it, and it's got the flakes where they were making the hand axes. So is that all we're likely to find? Well, it is, but it's a very important site, and it dates to 400,000 years ago. So that'll be the oldest site we've ever done, yeah, won't it? And so it's a very, very unusual and rare site, very important site. If it's that rare a site, how come we're allowed to dig here? Because we're working with the British Museum archaeologists. Nick Ashton, he's a great friend of Phil's, and he's been digging here for several years. Phil, you started without us. Well, there's so much muck to get away from the front of the face, so we got a JCB in for that, and now we're back hand digging, and you can see we're straight onto in-situ archaeology. So what have we got here, Nick? Effectively, we have a riverbank. You see this dark horizon here? This is an ancient land surface at the edge of the river. Yeah. The river flowing in front of us, behind us here, through the middle of the pit, we have a chalk cliff on the far side, which we can see in section. We think there's probably a chalk cliff the other side. So there would have been like a narrow gorge running through? Absolutely. With people living in it, Stone Age people? People living, or at least napping flint, making flint tools on the edge of this river. How much do we know about these people, Nick? Well, very little, because we've got very few sites and very few finds off those sites. It's very rare to find something in this sort of situation, isn't it, where you've got a piece of the original ground surface to work on. It'd be great if we could find a skeleton, wouldn't it? I think there's a very, very remote chance, extremely remote.